Als we vertellen dat we een zelfsturende organisatie zijn, dan worden we door mensen soms een beetje vreemd aangekeken. Um, want de eerste reactie die mensen hebben: van ja, maar er zijn toch altijd mensen in een zelfsturende organisatie, ook die meer leiderschap vertonen. Of uh, die, uh, ja, die, die, die dat gewoon in zich hebben. En, uh, en er is toch geen organisatie zonder hiërarchie? Ja, nou, dat klopt. Dat is bij ons ook niet het geval. Maar wat het verschil is. Is dat leiderschap bij ons iets is wat op natuurlijke wijze verkregen wordt. In traditionele, wat meer traditionele organisaties is het zo dat, leid, dat leiderschap of uh, hiërarchie samenhangt met de functie die je hebt gekregen. Je hebt bepaalde rechten met het label dat staat op je businesscard. En vanuit die gedachte heb je die rechten ook zolang je die functie vervult. Dus medewerkers zijn afhankelijk van jou, uh, als leidinggevende, maakt niet uit op welk thema. Het is vervolgens als leidinggevende de vraag van hoe ga je daarmee om eh, en hoe vrij en dat is om het leiderschap te delen binnen een team. In een zelfsturende organisatie zoals die van ons is dat iets anders. Leiderschap heb je namelijk op een bepaald thema. Als jij iets meer iets hebt over eh, hoe je als organisatie klantgericht kan zijn, nou, dan kan jij leiderschap vertonen op dat specifieke punt. Maar als je meer hebt met de financiële kant van de organisatie of van je team, dan trek je daar misschien de kar op dat, op dat punt. Dus leiderschap is meer iets wat thema gebaseerd is, wat ook ervaring gebaseerd is. En wat je hebt zolang als je teamgenoten toestaan dat je het hebt. Dus het is zo dat je je leiderschap veel meer een soort van een natuurlijke flow krijgt dan in een traditionele organisatie. Waarin het label of je business card bepaalt wat, je, wat de hiërarchische verhoudingen zijn. Hier gaat het op basis van de inhoud en niet op basis van de functie. En dat is het verschil tussen een traditionele organisatie en een zelfsturende organisatie zoals wij zijn.